Bouterse geeft overzicht van huizenbouwprojecten, president Desi Bouterse afgelopen week in de Nationale Assemblée. President Desi Bouterse heeft in de Nationale Assemblée een overzicht gegeven van woningen die gebouwd zullen worden in de komende periode. Dit zal gebeuren met zoveel mogelijk inzet van particulieren en ondersteuning van de overheid. Hij gaf een overzicht van projecten die in uitvoering zijn. Bij de uitvoering van de projecten worden zoveel mogelijk Surinaamse ondernemers betrokken, van architectenbureaus tot bouwaannemers en zwaarmaterieel ondernemers. De regering zet het beleid voort en gaat ook onverkort door met het ontsluiten van gebieden die nog niet aangesloten zijn op het elektriciteits- en waternet, ook het bestraten. Het asfalteren en het ontwateren, zowel in de stad als in de verafgelegen gebieden, worden intensief voortgezet. In de volgende gebieden worden er volgens Bouterse momenteel huizen gebouwd of staat men op het punt te bouwen, in het district Wanica bij het project van P&D Contractors. Aan de Esperanceweg bij het project van de Centrale Landsdienarenorganisaties, in Kommewijnen te Richelieu en te Jachtlust, waar het zusterproject ligt. Worden de percelen bouwrijp gemaakt, nu worden er 7 modelwoningen opgezet, zodat de eigenaren die kunnen bezichtigen en bepalen, welk huis bij hen past. In het district Para aan de Suralcoweg, City of Para, worden de kaveleigenaren ondersteund met soepele bankfinanciering. In Koroni zullen lokale aannemers binnenkort starten met de bouw van woningen. De China Dalian Investment Group, Dalian, is nu bezig is met de bouw van 700 woningen. Waarvan 400 in Paramaribo Noord en 300 ten zuiden van Hanna's Lust, Tevredeslust. Bij de realisatie van deze nieuwe projecten maakt Dalian nu ook gebruik van lokale aannemers en lokale arbeidskrachten. Dalian heeft in het verleden reeds de huizen in Kommewijnen te Richelieu gebouwd en aan de ringweg in het noorden van Paramaribo, ook de prefab-woningen, die worden vervaardigd door Broad Homes. Worden nu gereden van hun fabriek naar de vijfde rijweg waar deze prefab-woningen worden opgezet. Eveneens op Smalkalden worden er modellen van deze prefab-woningen opgezet met behulp van lokale aannemers, zodat eigenaren zelf kunnen zien en bepalen welk huis past bij hun budget. Dergelijke prefab-woningen zijn reeds opgezet te Zanderij ten behoeve van de douane. Naast het bouwen van woningen is de regering ook bezig de reeds toegewezen gronden die nog ontoegankelijk zijn. Te ontsluiten, hiernaast is de regering bezig gronden, ten behoeve van de woningbouw, bouwrijp te maken, zodat ook heel binnenkort, gronden aan woningzoekenden die niet in staat zijn zelf te bouwen. Ter beschikking kunnen worden gesteld.